Enschede-res Miron en Laura. Die willen hun eerste huis kopen, maar ze zijn niet de enige. Het gevolg daarvan, ze vissen regelmatig achter het net. Ja, of ze hebben niet genoeg geld om het allerhoogste bod uit te brengen. En daarom halen ze nu onorthodoxe manieren uit de kast om toch een huis te krijgen. Miron en Laura, welkom in de studio. Dankjewel. Onlangs hebben een heleboel huizen in de Enschedese wijken Strooingslanden en Hogeland dit briefje gekregen. Ik weet niet of we hem ervoor kunnen krijgen. Maar de strekking van een briefje wat daar door de bus ging, daarop stond: beste bewoner, wat woont u in een leuk huis? Wij zijn Miron en Laura en zijn op zoek naar ons eerste koophuis. Mocht u uw huis verkopen of weet u iemand die dat van plan is, dan komen wij graag in contact. Het was niet dit was hem. Yes. Daar zijn jullie verantwoordelijk voor, of niet, Miron? Ja, dat klopt inderdaad. We zijn begonnen met het flyeren, met name in de wijk Hogeland en Strooingslanden. Omdat we graag daar ons eerste koophuis willen kopen. En ja, we zien gewoon dat de markt op dit moment redelijk gekkenwerk is. En dat het vraagt om creatieve manieren om misschien ergens bij mensen letterlijk, misschien wel figuurlijke voet binnen de deur te krijgen. Is het een wanhoopskreet dan eigenlijk? Nee, het is zeker geen wanhoopskreet. Nee. We zijn nu 3 maanden goed en wel fanatiek bezig naar een huis te zoeken. En ja, je merkt gewoon in de markt dat het gewoon heel snel gaat. En ja, hierdoor proberen we eigenlijk op een leuke persoonlijke manier een boodschap af te geven. Zometeen praten we even verder over die zoektocht. Ben ik wel benieuwd naar Laura. Waar wonen jullie nu? Wij wonen nu in een huurappartement vlakbij het centrum. Niet meer goed genoeg? Nou ja, het is een beetje klein. Ja. Jullie wonen met z'n tweeën? Ja, wij wonen samen, ja. Ja. En jullie willen gewoon iets groters? Ja, eigenlijk wel. En huren is natuurlijk wel op een gegeven moment zonde van je geld. Want je gooit het eigenlijk weg. Ja, die willen liever ergens instoppen wat zijn waarde behoudt. Ja, precies. Toen hebben jullie uiteindelijk, zeg maar, is een jaar geleden geweest dat jullie dachten van we zoeken eerst naar wat anders. Klopt dat ongeveer? Ja, we zijn wel een jaar een beetje bezig met op Funda aan het zoeken en dat soort dingen. Maar wij zijn er nu echt wel achter. Als het op Funda staat, ben je eigenlijk al te laat. Dus ja, we zijn nu wat meer concreet echt aan het zoeken sinds een tijd. Er is zoveel vraag dat als het op Funda staat, dat het meteen weg is. Ja. Ook al, ja, dat is lastig. Ja, zeker. Dus toen moesten er op een gegeven moment creatieve manieren komen. Nou, en wie heeft dit idee bedacht om het van die briefjes, om het gewoon echt letterlijk huis aan huis te gaan zoeken, Miron? Ja, ik vrees dat ik er was. Nee, gekkigheid. Ja, er ging eigenlijk een lampje bij me branden. Het was een idee van jaren terug dat ik het wel eens had gehoord dat mensen dat deden. En het kwam in me op en ik dacht, ja, dit moeten we gewoon gaan doen. Dit is natuurlijk een super mooie, positieve, persoonlijke manier. Ben je 2 wijken alle huizen langs gegaan? Of heb je gekeken, nou, dit huis vinden we wel mooi, die en daar een briefje langs? Hoe heb je dat gedaan? Ja, we kennen gewoon Enschede goed. En we kennen met name de wijken Hoogland en Strooingslanden gewoon heel goed. En daar ligt onze voorkeur. Dus we dachten, we beginnen gewoon in die wijken. En inderdaad, ieder huis binnen die straatjes, dat bevalt ons gewoon. Dus daar zijn we gewoon begonnen. Ja, dus ieder huis. En toen, Laura, dan gooi je een briefje door de bus. En krijg je dan meteen ook mensen die al door het raam van wat doe je, we gooien in onze bus. Hey, wat voor reacties heb je gekregen? Ja, mensen kijken wel als je inderdaad langskomt. Maar we hebben ook hele leuke reacties gehad al. Nou, onder andere dus dit, via het briefje. En ook mensen die een eigen huis zoeken, maar nog niet kunnen vinden. Maar stel dat zij een huis hebben gevonden, dat we dan wel misschien hun huis konden kopen. En ja. Maar jullie gooiden briefjes bij mensen door de bus die zelf eigenlijk ook op zoek waren naar iets anders. Ja. Heb je nog andere manieren geprobeerd eigenlijk naast deze briefjes? Ja, zeker. Zeg maar dan bedoel ik even andere niet gebruikelijke manieren. Wat zijn de manieren waarop mensen zoals jullie tegenwoordig een huis proberen te vinden? Daar zoek ik eigenlijk naar. Wat we bijvoorbeeld gedaan hebben is als een huis te koop komt, is door eens langs te gaan bij diegene of eens te kijken in de buurt. Of toevallig jij iemand kent die diegene in de buurt kent, om zo een persoonlijke benadering te vinden. Zo hebben we een huis gezien op Strooingslanden waar bijvoorbeeld ouders van een vriend van ons in de straat wonen. Om zo met de bewoner in contact te komen voor de personal touch. Natuurlijk social media, wat iedereen wel inzet. Maar briefjes is tot nu toe wel de creatiefste manier. En wat ook het meeste input met zich meebrengt. Hoeveel briefjes heb je totaal rondgebracht, weet je dat? Oh, heel veel. Ja. Ja, ik denk dat wel een stuk of 1000 meer? Ja, misschien wel, ja. Misschien wel meer dan 1000 briefjes. Zijn er al concrete antwoorden in de pijpleiding, zoals we dat noemen? Nee, nog niks concreets. Nog niet de gouden tip. Tenminste, het heeft nog niet tot de koop geleid. Anders hadden we hier natuurlijk ook niet gezeten. Maar er zitten wel tips tussen. Zo wat Laura net zegt. Dat mensen zelf hun huis willen gaan verkopen. Maar nog niet hun droomhuis hebben gevonden. Of dat mensen zeggen van ja,
we gaan het wel verkopen, maar we zitten nog even te kijken hoe en wat en waar we uiteindelijk naartoe willen. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen die denken, ja, we zitten wel te zoeken naar een ander huis, maar als we hem verkopen, ja, dan zetten we hem gewoon via makelaar op de markt. Want dan zien meer mensen het, kunnen we er misschien meer voor krijgen, toch? Dat zou je wel zeggen in eerste instantie, want de markt is natuurlijk wel super, super gek op dit moment. En er worden wel echt hoge bedragen neergelegd voor boven de vraagprijs geboden, om zo maar te zeggen. Alleen ja, een makelaar vraagt natuurlijk ook een bepaalde courtage. Een x-aantal procent van de verkoopprijs waar het huis voor verkocht wordt. Mm-hmm. En dat brengt natuurlijk voor de verkoper ook kosten met zich mee om het huis te verkopen. Denk aan foto's die gemaakt worden of andere externe kosten. Ja, en op het moment dat we dan met een verkoper in contact kunnen komen, is dat een win-win situatie voor beide partijen. Ja, dus je probeert eigenlijk gewoon om de makelaar heen te werken, zodat je die kosten niet hebt. En op die manier het voor de verkopende partij wat goedkoper te maken. Maar is dat ook, heft dat elkaar ook echt op? Ik heb er even rondgevraagd. Ik begreep dat tegenwoordig het normaal is om, als stel dat een huis voor 2 ton te koop staat, om 9% of 9,5% boven de vraagprijs gaan zitten. Dus boven die 2 ton. Dan zeg maar 220 te bieden, dan ben je wel binnen. Zeg maar. Nou, dan betaal je dus. Dan krijgt de verkopende partij krijgt 20.000 euro meer. Als die een makelaar kan er dan voor 6.000, 7.000 wel vanaf, zeg maar. Dan ben je nog steeds altijd 13.000 euro, om zo maar te zeggen. Klopt, daar zit in eerste instantie wel nog een gat tussen. Dat is wel een verschil. Alleen naast dat bedrag zit een andere win-win ook nog in. Stel, de verkoper koopt een nieuw huis en die moet er binnen een maand in zitten qua overdrags. En ze hebben dubbele lasten op dat moment. Dan scheelt het natuurlijk voor hun ook tijd op, als je op korte termijn je eigen huis kan verkopen, waardoor je minder lang dubbele lasten hebt. Ja. Dus in die zin zou de verkoper ook nog kosten besparen. Zijn er ook al een aantal van die mensen die hebben gezegd van, we zoeken wel naar iets nieuws, die hebben gezegd, we houden contact met jullie, Laura? Jawel, ja. Er zijn mensen die wel ook aan ons tips vragen. En van, kennen jullie toevallig iemand in zo'n en zo'n huis? Dan komt ons huis vrij. Dus ja, we hebben wel gezegd tegen elkaar van, nou, mochten we iets horen, dan laten we het elkaar even weten. Ja, ja. Ja, want ik begreep ook, en ik weet niet in hoeverre jullie daar mensen zo hebben gesproken, dat mensen die hun huis verkopen, dat er voor ook een drijfveer is. Stel dat ze jullie kennen, omdat ze het briefje hebben gezien en jullie hebben gesproken met elkaar, dat het wat, ja, dat je wat aantrekkelijkere koper bent dan iemand die bijvoorbeeld meer biedt, maar die onbekend is. Heb je al met mensen gesproken die zeggen, wel fijn, als we kennen jullie nu, dat is fijner? Ja, je merkt natuurlijk wel door de tegenwoordige tijd, door COVID, de afstand en alles gaat tegenwoordig ook online voor het bezichtigen en het inplannen van de bezichtiging. Dat stukje van de personal touch, dat merken we op dit moment wel dat mensen dat wel waarderen, ja. Ja, we praten er luchtig over, het is een mooie actie, maar eigenlijk is het ook een uitwas van woningnood in de wereld, hè? Of tenminste in Nederland. Lig je er ook wel eens wakker van dat je denkt van, potverdriedubbeltjes zeggen, we zoeken wel een woning in een slechte tijd, Laura? Ja, eigenlijk wel, maar goed, ja. Moet je dan nog jaren gaan wachten om dan een huis te kopen, dat hebben we er dan ook niet voor over. Nee. Dus we zouden wel graag echt iets gaan vinden. Ja, maar goed, je hebt tot nu toe hebben zelfs 400 persoonlijke briefjes nog niet helemaal het gewenste resultaat geleverd. Wat nu dan, Miron? Ja, we hopen natuurlijk dat er wel wat uit gaat komen. Al is het niet nu, dan is het in de toekomst. En we blijven natuurlijk op de reguliere manier ook gewoon doorgaan. Dus op het moment dat een huis online komt via een makelaar zelf, die komt vaak nog eerder online dan via bijvoorbeeld de Funda, om daar direct op te reageren en bij de eerste bezichtiger te zitten, om een huis te bezichtigen en via reguliere weg een bod te kunnen doen. Ja, maar dan moet je dus alsnog het geld hebben om flink te kunnen overbieden. Want vaak wordt een huis niet tegen de vraagprijs weggedaan. Of ja. tegen de taxatiewaarde, om het zo maar te zeggen. En dat is wel zoveel hypotheek krijgen. Dus je moet er zelf van eigen toch, zo werkt het toch of niet? Je kunt dat goed uitleggen. Ja, het is op dit moment zeg maar zo, een huis komt voor een vraagprijs online. Dan wordt er geboden. En daarna komt nogmaals een taxateur en die kijkt eigenlijk wat de daadwerkelijke waarde is. En het verschil daartussen moet je eigenlijk direct inleggen. Dus wat we nu vooral gemerkt hebben, is dat je wel eens overboden wordt. En ja, dat zijn er met name mensen die een appartement gekocht hebben en dat verkocht hebben. En daardoor dus extra geld hebben om dat erin te kunnen steken. Ja. Nou, dat is met name gewoon het cru nu in de markt voor jonge starters maakt het dat vrijwel onmogelijk om er dan tussen te komen. Dus even voor mijn beeld, een huis wordt voor 200.000, om dat voorbeeld aan te houden, in de markt gezet. Het hoogste bod is bijvoorbeeld die 220.000. Maar je krijgt van een bank maar 200.000 hypotheek. Dus wil je over die 220.000 heen, dan zul je zelf 21.000 euro uit je eigen portemonnee bij moeten belappen. Ja, dat verschil moet je nu zelf inleggen. Ja. En dat heb je niet als je gewoon, hoe oud ben je? 25. Ja, nou ja, misschien heb je het wel, maar ik weet het niet. Maar goed, de meeste 25-jarigen die hebben
hebben dat niet zomaar. Nee, inderdaad. Wat ik ook hoorde, is wat sommige mensen in dit geval doen, is bijvoorbeeld naar familie toe gaan of bekenden om bij hen te lenen, in plaats van bij een bank, tegen een rente die voor de mensen die het geld uitgeven dan ook nog eens aantrekkelijker is. Daar al aan gedacht of niet? Familieleden, vrienden? Zeker denken we daaraan. En natuurlijk is dat altijd een optie. Maar ik ben altijd wel een persoon die van zijn eigen kracht probeert uit te gaan. En daarin alle mogelijkheden te zoeken voordat je op die manier overgaat. Ja, eens. Vertrouwen in Laura? Ja, ik hoop het. Ik hoop dat het goed komt. Ja, binnen hoeveel tijd moet het goed komen voordat je... Hopelijk dit jaar. Dus dat is nog wel even. Ja. Ik wens jullie superveel succes. Mochten mensen het verhaal horen en denken... ik vind het leuke mensen. Ik heb mijn huis te koop. Kom maar eens in contact. Nou, dan contact ons even 120 en dan geef het aan jullie door.